Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 3 augustus 2015. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag gaat de uitzending grotendeels over de aanstaande ballonvossenjacht van over ruim een maand. Het nieuws wordt gelezen door onze gastpresentator van vandaag, Berend, PD1 ALO. De landelijke ballonvossenjacht vindt dit jaar alweer voor de 37e keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement gepland op 13 september. Dat is dus opnieuw de tweede zondag van de maand. Als de weergoden ons goed gezind zijn, wordt om 1 uur de welbekende zonde opgelaten op het terrein van de KNMI in de Bilt. Aan een stratosfeerballon die meestal een hoogte van 30 kilometer bereikt. De zonde blijft dan normaal gesproken zo'n 1,5 tot 2 uur in de lucht, waarbij vele actieve pijlers tot het uiterste gaan om de dalende zonde als eerste te bereiken. De ballonvossenjacht gaat ieder jaar gepaard met verschillende multimedia activiteiten die ervoor zorgen dat zowel de actieve deelnemers, de jagers, als ook de passieve deelnemers, de volgers thuis, de ballonvossenjacht maximaal kunnen beleven. Zo is het opladen van een ballon altijd spannend. Het startschot die live verslag wordt gegeven door PI2 ROS en PI3 UTR. Daarnaast verwachten we ook dit jaar weer de beelden te zien van de ATV-zender in de zonde, maar ook die van het begeleidingscentrum en niet in de laatste plaats de volgequipe. Zodra de zonde geland en gevonden is, kunnen de binnenkomende equipes via deze stream gevolgd worden en de prijsuitreiking live ter plaatse bekijken. Zoals ieder jaar staat de organisatie voor verschillende uitdagingen om een grote schala aan activiteiten in goede banen te leiden. Dit jaar is een grote onzekere factor de beschikbaarheid van de amateursystemen in de gebrande toren te IJsselstein. Waaronder natuurlijk de repeater PI3 UTR en de ATV-omzetter PI6 ATV gehuisvest zijn. Zoals eerder bekend is gemaakt, zullen de repeaters op een nog onbekend moment uit de repetagecabine op 220 meter moeten worden verwijderd. Hopelijk is dit natuurlijk na de ballonvossenjacht, zodat de organisatie zich niet in de meest onmogelijke bochten hoeft te wringen. Verschillende multimedia-aspecten aan de ballonvossenjacht zijn daarom nog onder voorbehoud. Ook dit jaar wordt het algehele evenement begeleid door een team vrijwilligers, die via 2 genoemde relaisstations verbindingen maken. Naast de VHF en UR verbindingen is het ook mogelijk om op 40 meter een QSO te maken. Hiervoor bestaat ook veel belangstelling. Vorig jaar leidde dit tot 600 unieke registraties met de clubcall van PI4RCG. Meedoen met de ballonvossenjacht kan, zoals altijd, op vele verschillende manieren. In eerste instantie kan je natuurlijk meedoen met de pijljacht. Hiervoor zijn echt geen gecompliceerde dopplerpijlers of wat dan ook nodig. De beste resultaten worden vaak behaald met een doodgewone pijldoos, een landkaart en goed pijlen en een beetje geluk. Vanaf de zijlijn kun je ook deelnemen aan dit leuke evenement. Via internet en verschillende radiofrequenties kan je de jacht volgen en natuurlijk een QSO maken met de organisatie. De ballonvossenjacht is er dus voor iedereen. Of je nu fanatieke radiopijler bent, of er een gezinsuitje van maakt, of vanuit je luie stoel gaat meekijken wat de activiteiten zijn en wat je rapporteert. Uitgebreide informatie vindt u over de ballonvossenjacht op www.ballonvossenjacht.nl. En daarnaast zijn er natuurlijk de laatste nieuwtjes te vinden op Facebook en Twitter. En dat is natuurlijk tot ziens op 13 september. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder andere over de verschillen in breedtegraad en dat de maximale ionisatie zich rond de evenaar bevindt. Dit laatste is overigens maar ten dele juist. Er bevinden zich 2 maxima, elk zo'n 15 tot 20 graden noordelijk en zuidelijk vanaf de evenaar. Exact bij de evenaar is de maximaal bruikbare frequentie hierdoor overdag dus lager dan bij die maxima noordelijker en zuidelijker. De stations die daar last van hebben zitten overigens niet noodzakelijkerwijs bij de evenaar. Het zijn de stations van wie het signaal gereflecteerd wordt in de buurt van de evenaar. Ook 's nachts is er een strook waar de ionisatie duidelijk minder is. Dat is tijdens de donkere uren bij een breedtegraad van 60 graden. Behalve zo'n variatie over de seizoenen, breedtegraden, elfjaarlijkse zonnevlekkencyclus, is er dus ook een variatie over het etmaal gezien. Gereflecteerde frequenties liggen overdag een stuk hoger dan 's nachts. Het maximum ligt ruwweg gezegd wanneer de zon het hoogst staat. Gedurende de nacht zakt de maximale frequentie geleidelijk aan ook nog enigszins tot aan het moment dat de zon dus weer opkomt. Het gaat hier dan om de werking van de F-laag, die 24 uur lang aanwezig is. De D-laag varieert overigens ook. Daar gaan we morgen op in.